Ça va? Ça va, c'est bien. Hello. Ça va? Ça va, mec. Zet de camera eens wat rechter dat we hem kunnen zien. Perfect. Dat kan niet. Oké. Blijft hem nu. Oké, gewoon stare down. Gewoon aanstaren. Blijft hem aanstaren. Vandaag het interview met Freef Frans. Ja toch? Nee. Dat is de missie. Ah. Jan van den Berg. Ah, Jan van den Berg. Oké, okay, Jan. Zeg, vraagt of dat je Jean, is het Jean of is het Jan? Is het Jan of Jean, sorry? Jean voor de vrienden, Jan normaal. Dus, zeg blijf maar Jean, zeg maar Jean. Ja, oké, Jean. Oké, tof, Jean. Kunnen wij de volgende vraag eens vragen of de nationale ploeg nog mogelijk is? Hier op Wimpikje even. De nationale ploeg met de derby was Martinez in. Zou het een aanwijzing geven dat u eventueel nog kans maakt op een selectie voor het EK? Nee, ik denk niet dat momenteel aan de orde is. Ik denk dat er gasten zijn die dat beter presteren en die daarvoor in aanmerking komen. Zegt dat je gehoord hebt dat hem nogthans voor De Laat en voor Van den Berg kwam. Ja, ik heb toch horen vallen dat De Laat en eventueel ook kans maakt. Ik denk dat jij er aan het ook wel zit bij horen in het rijtje. Zeker op die positie, de linksbackpositie. Goed linksback, blijven volhouden op de linksbak. Ja, ik vind dat een heel mooi compliment. Een persoonlijke vraag. Leer je iets van je paarden dat je meeneemt in het voetbal? Nee, de paarden is eigenlijk louter een hobby die dat in mijn familie er is. Mijn gezin die zijn in de paardenwereld, dat komt van mijn twee opa's langs weerszijden. Connor, zeg dus dat je geoefend hebt op een paardengeluid en doe dat eens na. En vraag dat goed is. Ik heb nu een klein kussendingetje. Ik had eens geoefend op een paardengeluid. Ik zal dat even nadoen en dan moet jij misschien zeggen of dat er nog wat verbetering is. Ik had het aan het hinderen, hoe doen ze het nu weer? Dat is een paard. Dat is een goede imitatie. Ik denk dat je daarmee verschillende mensen om de tuin gaat kunnen leiden. Ja, oké. Okay. Terug naar het voetbal. Je hebt ook al wat gescoord, 3 punten. Dat is wel veel voor een linksback. Je scoorde ook tegen je ex-ploeg Genk, een paar weken geleden. Dat moet deugd gedaan hebben. Ja, Genk is niet mijn ex-ploeg. Gent is mijn ex-ploeg. Hè, dus, Genk. Oh, we knippen dat er wel uit. Top. Ja. Top, sorry. Ja, het is altijd leuk om als verdediger een doelpunt te maken. 2 met hoofd dit seizoen op voorzet van Rafa. En dan tegen Genk was een mooi afstandsschot. Dus dat is iets dat ik wel altijd zal meedragen, die goal. Dat is denk ik de mooiste dat ik al gemaakt heb. Maar toch, een klein dingetje. Was het misschien toch geen voorzet? Allee, om het toch even aan te halen terug. Ik zag op de beelden, kon je zien dat Rafa en Joren ook wel in de buurt van de tweede paal waren? Of, Nee, het was absoluut geen voorzet. Jij had gezien dat dat een voorzet was. Ja. Voor mij was het precies meer een voorzet, maar kijk, het is een schot, het is een mooie uitgedraaid. Voilà. Een vooruitblik naar de play-offs. Halen jullie play-off 1? Goh, ik denk dat play-off 1 zeer moeilijk is. Dat Rendel een kloof is geslagen met goede ploegen. We hebben ook niet zo'n gemakkelijk programma, als je het mij vraagt. Ik denk dat we nog verschillende moeilijke matchen hebben. Maar ik zeg het, het is afwachten wat tot de volgende weken brengen. Plaats 12 tot 15 in play-off 3, wat vindt hem daarvan? En wat zou je vinden van play-off 3? Plaats 12 tot 14, of 15, sorry. Ja, dan is het seizoen gewoon gedaan, hè. Dus dan stopt het. Hè. Ja, dan stopt het, oké. Okay, ja. Bedankt voor het interview. Het was een van mijn eerste keer dat ik het alleen mocht doen. Wat vond je ervan? Het was spannend, het was spannend. Ik wist het, ik voelde het al, ik voelde het al. En die vragen, dat ging er los over, dat ging er los over. Man. Ik wist het al, ik keek naar u, ik zei, deze klopt hier niet. Hè. Dat kon echt niet, dit. Maar die hadden we achter de schermen. 3, plaats 12 tot 5. We waren alles aan het inzetten.
Allee, joh.